Het is tijd om je paspoort te pakken, want we gaan naar Australië en naar Friesland. Het is weer tijd voor Wimba. We gaan vandaag de pijlen doen van Danny Noppert en de Wizard, Simon Whitlock. Welkom bij Mike's Reviews. De Simon Whitlock en het Danny Noppert pijlen. Ja, Whitlock. Dit zijn de pijlen waar Whitlock de afgelopen 7 jaar mee gegooid heeft. Ik denk vanaf 2014 sinds dat hij de gouden heeft opgeborgen. Tegenwoordig speelt hij met andere dart, maar op vraag van een kijker gaan we de pijl reviewen. Je ziet bij de Simon Whitlock pijl is de grote inham waar je vinger kan plaatsen. En dit loopt heel rustig af, maar dit wordt steeds weer iets dikker. En die inhammetjes die zorgen dat het naar beneden toe gaat. Punt is gewoon normaal, maar ja, Whitlock heeft natuurlijk altijd zijn eigen punten erin. Als we dan naar de Danny Noppert pijl gaan kijken. Gewoon erin gelezen, de rondjes zitten erin, normale pijl. Er zit wel heel veel grip op in principe, waar je met 2 of 3 vingers zeker goed mee uit de voeten kan. Ik ben benieuwd wat Snaakbord gaan doen. Ik heb er een korte shaft op gezet bij de pijlen van Noppert. Ik ben benieuwd wat hij dit echt gaat doen. De grip is op zich wel lekker om te gooien. Je kan hem goed vastpakken. Fijne pijl vooral. Ik denk hoe langer je gaat met deze pijl, dat je een beetje hetzelfde effect krijgt als die bij Mike de Dekker. Van vorige week. En je ook ziet, dit pijl gaat iets omhoog staan. Dus ik vind het op zich wel een fijne pijl. Ik denk dat iedereen hier wel redelijk bij jou de voeten kan komen als gemiddelde dartspeler. Ik denk dat dit wel de kroegpijl van Nederland kan worden. We gaan even kijken wat Simon Whitlock doet. De Wizard. Ik voel heel raar dat middenstukje wat erin zit, dat gat. Je kan de pijl ook moeilijk sturen. Maar als je genoeg kracht meegeeft, dan kan je best wel uit de verf komen. Alleen om ze echt heel mooi recht in het bord te krijgen, dat gaat heel veel energie kosten. Het kost heel veel energie. Ik vind het ook knap dat Simon altijd hoog in bord krijgt. Dus kijk, als we echt op het achterkantje vasthouden, dan komen ze dus wel omhoog. Alleen je kan er heel weinig mee. Ik ga nog even op de voorkant proberen. Dat valt eigenlijk al wel beter dan verwacht op naar de eindconclusie. Simon Whitlock en Danny Noppert. Beide op zich geen verkeerde pijl. Ja, voor die Whitlocks moet je echt houden. Maar als jij een beetje aan de zijkant je pijl vasthoudt, kan het echt een fijne pijl zijn. De Noppert pijl, ik denk dat iedereen er wel overweg mee moet komen. Dus wil je de Noppert pijl een keer proberen, kom naar Dutch op Midden-Nederland. In Kootwijkerbroek. Wil jij andere pijlen zien in Mike's Reviews? Laat het achter in de comments. Laat een duimpje achter op deze video. Abonneer je op ons YouTube kanaal voor meer Mike's Reviews.